succesvolle romans nu met een persoonlijk boek. Het afgelopen jaar houdt ze een dagboek bij van al haar intieme en seksuele momenten en dat is niet voor de poes. Ik wilde iets doen wat er nog niet was. Kort erotisch verhalen zijn een heleboel. Maar een echte dagboek, een logboek waarin een seksleven een jaar lang wordt gevolgd. Ik dacht, kijken wat er dan gebeurt. Hartstikke opwindend, die wilde nachten. Maar het boek zorgt bij Liefje Bart voor het schaamrood op de kaken. Toen ik in het begin zei van, nou, ik ga dus een jaar lang al onze seks opschrijven. Toen vroeg hij wel of ik gek geworden was. Oh, niet weer. Wat nou weer? Dus daar hebben we wel wat risico van. Ik doe gewoon wat we altijd doen, alleen ik schrijf het op. Het slaat nergens op. En toch gaat ze door en door en door. En dan trekt ze iedereen mee. Mij vooral, maar. En dan groei je erin mee. En dan ineens denk je, shit, het is schaamrood. En ook de kinderen van Helene moeten even slikken. Nou ja, het zal je moeder wezen, zeg. We hebben natuurlijk al het een en ander meegemaakt in Huis van Rooien. Dus ik dacht, kan het erger? Het kan erger. Ze gaan het niet lezen en ik verwacht ook niet dat ze gelezen hebben. Dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat niet op mijn nachtkastje liggen. Maar het is natuurlijk heel mooi dat ze zoiets kan schrijven. Er wordt gewoon niet zoveel over seksualiteit gepraat. En er is niet een boek zoals dit. Dus van een feministisch point of view ben ik het helemaal mee eens. Maar zelf hoef ik het niet te lezen. Al die reacties op het intieme logboek, daar reageert de schrijfster droogjes op. Het maakt me helemaal niet uit als iemand in de supermarkt mij een tomaat ziet pakken en denkt, oh, jij hebt seks. Ja, tuurlijk. Ja, het is niet het enige. Als je het leest, dan tot in detail.